loopt in Brugge de 10e editie van het IJsculpturenfestival. Naar jaarlijkse traditie organiseert de website missitems.be op deze locatie een barkoude fotoshoot in lingerie. Uit 160 inzendingen koos de site 11 missen, van Miss Diamant tot Miss Fruit, die vrijwillig de vrieskou trotseerden, tot min 6 graden onder nul. Ik ben Rani van den Akker en ben Miss Diamant 2012. Ik ben Laurie Vlasov. Ik ben 21 jaar oud en ik heb meegedaan Miss Tourism of Queen of the Year. Ik ben Hanne de Heijter en ben Miss Style Belgium 2012. Ik ben Lisa de Mulder, Miss Exclusive 2012. Ik ben Tari Hetschenberg en ik ben Miss International the Netherlands. Ik ben Diona Antons en ik ben Miss Antwerpen 2012. Als Miss Antwerpen is normaal de bedoeling dat je meedoet aan Miss België, maar ik studeer geneeskunde. Ik heb voor mijn studies gekozen omdat dit toch wel heel belangrijk is. Ik heb een klein ongelukje gehad door op school een verkeerde beweging te maken tijdens sport. Maar binnen 2 weken ben ik er vanaf en kan ik weer volop genieten van mijn misleven. Elke misverkiezing typeert zich op een bepaald vlak. En ik vind het wel goed dat je zoveel verscheidenheid hebt. Dan kun je ook een verkiezing uitzoeken waarbij je persoonlijkheid best aansluit. Ik wil wel graag alles uit het leven halen wat erin zit. Dus ja, ik wil wel graag ook verder met modellen dingetjes als dat kan. Ik ga nu gewoon genieten van mijn titel en zien wat eruit verder komt. Oké, dus nu mijn jas uit. Ik denk dat Nicky in de zevende hemel is nu. Super koud. Het is super koud, want je leunt er tegenaan en dan voel je die kou door je hele lichaam. Het is enkel heel koud aan je handen en voeten. Wanneer je dat moet aanraken en zo. Ze zijn wel aan het smelten. Ik voelde het. Dus mijn handen begonnen net ook al vast te vriezen. Ik heb toch wel een beetje schrik dat ik ga blijven plakken of zo. Ik heb geen trucjes, geen fles vodka zonder mijn kleren. Het is gewoon ja, puur adrenaline. Gewoon lekker aan het warme weer denken en dan komt het wel goed. Jonge dame, doe nog even hetzelfde als je wil. Nog even hetzelfde doen. Dat is nu natuurlijk op de vloer gaan vallen en dan vriest dat natuurlijk en dan glij je nog wel eens uit, maar ik heb een hele mooie hulp, dus het is helemaal goed. Het is zo koud. Het IJsculpturenfestival loopt nog tot en met 15 januari op het Brugse Stationsplein. De foto's van de ijsshoot zullen tussen 21 en 31 december druppelsgewijs vrijgegeven worden op missitems.be.